Sneek bij een nieuwe aflevering van Kooiwijzer Live. In elke aflevering gaan we een andere variëteit bespreken. En vandaag is het de beurt aan... De Sanke. Goeiedag Kooiwijzer kijkers. Wij zijn weer bij Kooicentrum Sneek. En onze variëteiten-expert voor de komende maanden is weer Sander. Dus, welkom weer in Sneek. Dankjewel. Je hebt mooi weer meegenomen, maar ja, het is echt. Het is overal slecht volgens mij. Het weer op zijn Brabants gezegd. Maar goed, we staan lekker binnen. Dus, ja, dat is ook zo. Dus het is wat frissies, stoer van jou, maar ik hou even mijn jogging aan. De Sanke, jeetje, daar is heel veel over te vertellen. Ja, daar is heel veel over te vertellen. Maar we zullen het proberen natuurlijk een beetje beknopt te houden. En de belangrijkste dingen te doen. Als we historisch kijken, van ja... waar komt de Sanke vandaan? Of ik weet nog wel een paar dingen te noemen. Want we hebben onlangs een online kooishow gedaan. En je ziet vaak bij die klasses, zie je dan weer die Tasho Sansuke achterstaan. En dan bel ik Dirk de Witte, dit zijn toch gewoon Sanke? Kan ik toch gewoon Sanke? Ja, dat klopt. Maar de Taisho Sansuke... Ja, dat is de officiële naam, inderdaad. Maar Taisho heeft eigenlijk te maken met een tijdperk. Ja. Die Japanners hebben allerlei tijdperken van keizers en zo. De Taisho tijdperk is 1912. Ja, lang geleden. Heel lang geleden. En Sansuke is gewoon drie kleur. Ja, klopt. Dus dat is het eigenlijk. Ja, en je ziet dat het redelijk vroeg in de variëteiten bloedlijn zit, Sanke. Klopt. Dus een vrij oude variëteit eigenlijk. Ja. Ja, en je ziet nu op alle kooishows natuurlijk dat hij samen met Kohaku altijd strijdt voor de grote prijzen. Ja. Nee, show ook nog een beetje, maar met name Sanke en Kohaku. Ja. En ik denk dat dat terecht ook is, omdat het een van de moeilijkste variëteiten is. Moeilijk in de zin van, bij één kleur, heb je één kleur. Ja. En nu moet je drie kleuren. Makkelijker dan Showa, want die drie kleuren goed krijgen is nog moeilijker. Hè? Ja, het Tsumi met name. Want het Tsumi op een Sanke is vaak veel harder en sneller. Ja. Onderliggend Tsumi op een Sanke zie je veel minder dan bij een Showa. Ja. Het Tsumi op een Sanke is vaak, als het er komt, is het vaak gelijk goed doorgekomen. Ja. Maar goed, inderdaad, wat je zegt, drie kleuren moeten ze goed maken voor de kooishow. Ja, het wit, het rood, het zwart. Ja. Dat is... En dan het rood moet overal even rood of oranje. Ja. Je mag het licht, hè? Matsuri oranje, Beni zijn, zeg maar. En Shirogi overal even wit, van de kop tot de staart. En dan heb je het ook nog op de locatie. Je had het over de Tsumi. Je hebt Piano Lak Tsumi. Ja. En je hebt de Showa Tsumi. Dat zijn toch wel verschillende verschillen. Dat zijn verschillen. En dan hebben ze daar ook benamingen voor. Ja, volgens mij komt dat doordat een Sanke is van basis een witte vis. Ja, klopt. Waar het Tsumi erbij komt. Wit, rood, dus dat zit op het wit en rood vaak. En bij een Showa is de vis zwart. Dus komt het zwart vanuit de vis, waardoor het minder... Ja. Dik is en diep erop zit. Ja, en dit is een. Hoe ontstaat die Sanke? Dat is de kruising van een Kohaku oorspronkelijk met een Bekko. Dus denk ik. Ja. Denk ik. Dus, maar goed, je hebt de. We hebben met verschillende variëteiten verschillende invloeden. Ja, dus zeker. Dat klopt, want je hebt ook. Ze komen allemaal uit de rijstvelden en heel lang geleden. Maar. Dat Tsumi, wat wil ik daarover zeggen? Oh ja, dat heeft ook een bepaalde naam. Weet je hem nog? Tsubo Dat is een soort Tsumi. Een soort Tsumi. Ja, je hebt een Tsumi wat op het rode patroon zit. Ja. Of half op het wit. Maar als het Tsumi alleen op het wit zit, dus buiten het rode patroon, dan noemen ze dat inderdaad Tsubo Tsumi. Ja, en dan... Wij hebben altijd wel de discussie, is het dan... sommige mensen noemen het dan een Tsubo Sanke. Oh ja. Maar voor mij is dat wel een Sanke die al het Tsumi buiten het rood heeft. Ja. Niet een paar vlekjes. Maar is dat dan de perfecte Sanke? Dat wordt hoger gewaardeerd, ja. Okay. Ja. En dan heb je ook, zeg maar, zwart in de vinnen. Ja, het verschil als je dan... Dan krijgen wij heel vaak die vraag hier in de winkel. Wat is nou het verschil tussen een Showa en een Sanke? Ja. Nou, één natuurlijk de basiskleur van de vis, wit en zwart. Ja. Maar goed, dat zie je vaak niet meer als ze wat groter zijn. De grootste kenmerken verschillen voor de beginnende hobbyisten is natuurlijk zwart op de kop. Ja. In principe niet. Ja. Maar, moet ik erbij zeggen, op kooishows kijken ze daar dus niet naar. Ja. En Sanke mag best zwart op zijn kop hebben. Maar goed, dat is in principe wel een verschil. En inderdaad, het is zwart wat in de vinnen zit. He, wat bij een Showa echt wolkjes zijn tegen de borstvin, tegen de huid aan. Ja. En bij Sanke moeten het inderdaad streepjes zijn. Ja, en dan las ik ook nog eens ergens in een
We hebben nog een vrijwilliger, Ruud Bezems, die heeft ook zijn eigen pagina. Die schrijft over allerlei variëteiten ook wel. Ja. En hij is ook jurylid, dus dat vind ik wel grappig om vanuit ook van een jurylid te kijken. En er zijn juryleden die vinden het beter wanneer er een onevenredig aantal streepjes links en rechts zit. Terwijl ik zou denken, je gaat op zoek naar de symmetrie. Ja. Maar dat is schijnbaar... Ja, ik weet niet of dat een variëteit de eis is voor een kooi show. Nee. Of dat een persoonlijke voorkeur is. Ja, ik zou ook neigen naar beide vinden hetzelfde, maar... Ja, zo ben ik. De vraag is of je dat ook haalbaar is natuurlijk altijd. Nou ja, want wat als hij niet heeft en voor de rest perfect? Laat je hem dan zwemmen? Nee. Dus ja, het is mooi als het kan, maar... En zijn zankjes spichtige vissen, zenuwachtige vissen? Of, nee, vind ik niet. Nee. We gaan ook nog andere variëteiten doen deze reeks, waar die echt wel een stuk zenuwachtiger zijn. Ja, daarom stel ik me even. Maar zanken, nee, vind ik eigenlijk altijd wel gewoon normaal in de vijf. Hè? Je kan natuurlijk zeggen, Asagi, Shizui is heel erg, Shirotsuri is heel erg stressgevoelig. Ja. Karashi, Shigoi, eenkleurigen zijn heel erg tam. En ik denk dat de zanken daar gewoon tussenin zit, zeg maar. Wat grappig, hè? In de dierenwereld heb je dat vaker, hè? Met een doberman pincher of zo'n windhond, weet ik veel. Dat zijn allemaal zenuwachtige honden. Ja, terwijl het wel allemaal uiteindelijk uit dezelfde stam komt, de natuurlijk. Is al, of de Shagoi, de golden retriever, die is dan super lief vaak. Ja. En meegaan, nou ja, dat hebben we bij de vissen ook. Ja. Zien we bij sommige vissen wat terug. Ja, dat is wel, wel grappig om te zien, ja. 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 Ik denk dat, we wijken een beetje van het onderwerp af, maar bij die honden heb je ook, laten we zeggen, gevaarlijke honden, de pitbulls of zo zeggen. Heb je die onder de vissen ook? Nee, een karper is niet gevaarlijk. Niet dat weet ik veel, een Akamatsuba gewoon wel een beetje agressiever is of zo. Nee? Okay. Nou, niet in de zin van agressief dat hij je aanvalt. Nee, dat niet. Wel agressiever op het eten. Ja, ja. Maar dat heeft weer te maken met omdat ze gewoon tammer zijn en minder last hebben van stress. Wie zijn de kwekers van de zanken? Maar dat is niet zo heel moeilijk natuurlijk. Je hebt natuurlijk de topkwekers, Sakai. Momentan ook wel. Danichi is nu sinds kort. Ja, noem ze maar op. Marudo heeft ook hele goede. Je hebt heel veel. Daar gaan we zo een paar van zien. Maar we hebben ook van Tanaka zwemmen. Ook goede zankers. Ik heb er een van Tani. Nou ja, bijvoorbeeld. Kijk, een sanker vind ik wel een hele moeilijke variëteit, omdat het sumi zo... Ja. Kijk, bij een showa kun je het nog wel ergens voorspellen. Vaak, hè? Als je ziet waar het onderliggend ligt, dan kun je daar... Heel veel mensen kleuren hem dan in op hun telefoon. Zo wordt hij natuurlijk nooit, maar dat hoop je. Maar bij een sanker, we hebben echt wel sankers gehad van Jan Matsu Sakai. Dat is ook een hele bekende natuurlijk van de Matsu Nosuke bloedlijn. Daar heb ik een keer een sanker als Nissai gekocht, die amper zwart had. Dus dat was een hele dure vis. Dus ik zeg dit, ik weet, ga ik niet aan. Hij zegt, kom mee. Dus we gingen naar zijn kantoor, pakte hij de Tossai-foto. En daar zat het sumi perfect erop. Hij zegt, als die vis 4-5 is, komt dat terug. Echt? Nou, gokje natuurlijk. Vis gekocht. Jaren na Asgai gelaten. Als Sanzai eruit, nog steeds geen sumi. Nou, die vis zwemt ondertussen 2 jaar bij een klant. En nu begint hij sumi te krijgen op de plekken waar de kweker zijn. Oh, maar dat kijken ze dus vanaf Tossai. Dus bij heel veel... En dat verschilt per kweker. Je ziet bijvoorbeeld de Danichi, weet ik, dat ze heel erg kweken op een sanker die... Tossai en Nissai veel sumi heeft. Ja. Want dan zijn ze beter verkoopbaar. Ja. Kijk, die Yamamatsu Sakai zanken. 9 van 10 mensen kopen die niet als je niet de geschiedenis van die bloedlijn weet. Nee. Nou, en bij de Danichi weet ik dat ze kweken op een zanken die sumi af is. Zodat die verkoopbaar wordt. Ja. Dus dat... En we moeten Torazo niet vergeten. Die Torazo. Torazo, lijn, bloedlijn met zanken. Nou vooral Kohaku, Jinrin Kohaku. Ja, klopt. Oké. Dus, maar we gaan wat visjes scheppen. We gaan kijken, want ik ben ik benieuwd naar. Zeker, we hebben er genoeg zwemmen, dus we pakken er een paar. Oké, tot zo. Oké, Sander, we hebben ze te pakken. Ja. Wat hebben we dan in de bowl? We hebben nu 3 sankers van Oya, Kataoka, in de bowl. Nissai. Nou, zie je al een beetje lengteverschil. Zeker. Maar goed, hè, zoals vaker gezegd wordt, in Japaner kijk niet zozeer naar grootte, maar meer naar kwaliteit. Ja. En als je dan kijkt naar de kleine zanken, die is kwalitatief natuurlijk wel heel goed. Ja. Wat minder groot dan de andere, maar wat niet is, kan nog komen. Dus dit zijn 3 niet verkeerde zankers. Allemaal nog te koop? Nee. Oh. Nee, met het neusje is toevallig van het weekend verkocht.
Oké. Die gaat ook naar ons kooihuis om door te groeien. Oh. De kleine en de Maroeten zijn nog wel te koop. En de Maroeten heb ik eigenlijk gekocht... ik heb ze alle drie gekocht op een event in oktober 2023. Ja. In eerste instantie de Maroeten had ik helemaal niet op het oog. Alleen in de bol, en dat zul je nu ook wel zien, komt hij gewoon veel beter uit. En is het een veel interessantere vis dan op de videofoto die er destijds bij zat. Ja. Dus ja, dat trok me wel aan deze vis. Waar kijk je naar als je een sanke uit gaat zoeken op deze leeftijd? Nou, in principe, zoals bij alle vissen, kijk je natuurlijk hoe is de body. Hè? Okay. Heeft hij geen gekke misvormingen? Is hij recht? Is hij mooi breed? Heeft hij een goede lengte? Is zijn backbone goed? Hè? Dus dat betekent dat het na de kop ietsje omhoog mag lopen naar de rugvin. Hè? Want dan weet je als die vis gaat groeien dat zijn lichaam sterk genoeg is om de groei aan te kunnen. Dat ze niet gaan doorhangen. Ja. Nou, dat zie je bij deze heel mooi. Hè? Die heeft echt wel een grote backbone. Deze heeft hem ook mooi na de kop omhoog. Nou, en deze ook. Hè? Dus dat hebben ze allemaal. Nou, vervolgens moet het wit natuurlijk wit zijn. En wat ik altijd belangrijk vind, is dat als je het sumi wegdenkt en je kijkt alleen naar het rode patroon, moet het nog steeds een goede kwako zijn. Ja, inderdaad. Dus zwart weg, heb je nog steeds een mooie kwako. Moet je nog steeds een leuke kwako overhouden. Ja, waarbij het rood overal even rood is, waarbij het zijdelings het liefste patroon in evenwicht is. Ja. Ja. Hè, en het is natuurlijk mooi als het niet voorbij de laterale lijn loopt. Nou, deze stopt daar mooi op, aan deze kant ook. Wat ik hier ook zie, stopt mooi op de laterale lijn. Het water is wel echt koud. Hier ook zie je. Het stopt mooi. Hartje winter. En wat kun je van de borstvinnen nu zeggen qua... Nou, deze heeft natuurlijk pluspunten nu, want die heeft een oneven aantal streepjes. Ja, 2-1. Dat zal Ruud blij mee zijn. Ja. Als hij gejureerd. Kijk, deze heeft er nu eentje en ik vind het belangrijk dat er iets zit. Ja. Dan weet je in ieder geval dat het er zit. Ja. Bij deze heeft dat niet. Dus dat is nog even afwachten of dat komt. Maar het kan heel goed nog komen later hoor. Dat zijn dingen die later komen. Ja. Kijk, als je dan kijkt naar huidkwaliteit van deze drie, dan springt natuurlijk de eentje heel erg uit, dus deze. Want als je hier kijkt, die heeft die glinsteringetjes op, wat dus absoluut geen gin erin is. Nee. Maar dit is puur huidkwaliteit. De glans zit op... Ja, ik hoop dat je het kan zien. Jij ziet het al. Nu zie ik het al. Ja, de glans zit op die schubben, zie je. Er is geen gin erin. Nee. Maar zeker de Matsuno Superbloedlijn heeft dat heel erg veel. En is echt een teken van... Goede huidkwaliteit. Ja, zeker. En wat kun je zeggen over bij de leeftijd van deze vis? Misschien ga ik nou over de sankenklasse heen naar alle vissen. De kleur van de kop, dat veranderen kan in de loop der jaren. Van tossai, nissai, sankai. Ja. Dat iemand zegt, dat is een gelige kop, dat is een meel. Of dat is een gelige kop, dat is niet mooi. Nou, dit zijn allemaal female. Maar je ziet inderdaad bij jongere vissen dat de kop wat geler is. Ja. En het heeft te maken met hormonen. Maar hormonen? Ja, daarom is een kop geel. En daarom zie je bij mannen, die natuurlijk meer hormonen hebben. Oh, ik wou andere hormonen zeggen. Andere hormonen. Nee, de mannelijke hormonen. Ik moest over vrouwen denken. Dus als iemand dan... Zie je dat ze de koppen geler zijn. Kijk, deze zijn niet geel. Nee. Maar ze zijn ook nog niet helder wit. Maar dat komt omdat het nog jonge vissen zijn. Ja. En de kop nog steeds doorzichtig is. He, dus je kijkt hier, je ziet hier, dit is geen zwart wat er zit. Maar het zijn de hersenen van de vis. Dus je kijkt nog... Oh, dat sommigen zouden denken dat Nee, dit is zeker geen sumi. Oké. En deze zijn iets verder. Dus het kan best zijn dat deze uit een iets latere kweek is hoor, dat die iets jonger is. Ja. Want deze zijn verder en hier zie je dat al niet meer. Hier, nee. Die beginnen al een wat dikkere huid te krijgen. Oké. En wat kun je van... je had het al over de backbone, dat ze gewichtig... Ja. Hun gewicht goed kunnen dragen, dat ze groter worden. Wat zijn jouw verwachtingen voor deze drie? Nou ja, ik had er ook... kweek op zich wel grote zankers. Ja. Dus ik verwacht dit wel zeker 75 plus 80 wel te kunnen halen en misschien wel groter, maar... En zijn dit vissen die van katten ook in proportie groeien? Of eerst in de lengte of eerst in de breedte? Nee, eerst in de lengte. Deze dus eerst in de lengte. Ja. En vanaf wanneer mag je dan verwachten dat ze dat body opzetten? Ja, vanaf 4 jaar ongeveer. Okay. Tussen 3 en 4 is dat met name... Maar wel wat geduld hebben bij de zwankers. Eerst groeien en dan in de breedte. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel positief. Kijk, je ziet dat de body is wel goed in vorm. Het zijn wel slanke vissen, maar de bodyverhouding is wel goed. Zeker. Dus sushi. Ja, dat is bij deze helemaal perfect natuurlijk. Anderhalf schub. Nee, deze heeft het ook mooi. Je kan het heel mooi zien. Het is echt anderhalf schub. Anderhalf schub. En de achterkant mooi afgetekend, hè, het kiwa. Ja. Dus dit is echt wel... Mooi hoor.
kwalitatief goede zankers. Heb je ook een zanker die gewoon groter al is? Of ja. Misschien 4 jaar of ja, vier jaar, ja, daar gaan we, die gaan we ook even bolen. Oh, ja. Nou, mooi. En daar zie je ook dat... Het verschil in dezelfde kweker ook? Nee, dus van Tanaka. Oh. Nee, die zankers worden niet 85. Nee. Maar wel hele hoge kwaliteit van de huid. Ja. Koekeloeren. Ja. We moeten weer verkassen. Ja, maar daar is water iets warmer. Oké. Okay. Wie hebben we hier? We hebben hier een zanker van Tanaka. Ja, dus bekend om zijn kwaliteit vissen. Niet zozeer heel groot worden ze, niet 85, 90, maar kwaliteit wel goed. Nou, je ziet hier ook, het wit is zo wit bij deze vis. En het sumi is echt... Zo. Het ligt echt heel mooi op. Echt vlak zwart. En hier zie je dus dat het been niet op de kop en de huid hetzelfde is. Ja. En ook weer oneven aantal streepjes in de borstvinnen, zie ik. Ja, kijk. Dus dat hebben we dan toch goed gedaan. Dat is goed gedaan. Ja, deze zit inderdaad in ons kooihuis met de osmose erop en verwarming erop, alles erop en eraan. Oh, want hoe warm is het water hier? Nou, we zijn nu, dat we dit opnemen, is 5 januari. We zitten nu op 13 graden. 13 graden, ja. Oké. Okay. We doen bewust de winter wel iets kouder. En wat krijgt deze te eten? Een combinatie van sake, hikari met kimitsu. Oké. Okay. En hoe lang zwemt deze hier al in Nederland? Vanaf vorig jaar oktober, maar zit vanaf juni hier in het kooihuis. Is dat nog te koop voor de liefhebber? Oh, ja? Ja, het is eigenlijk een vis die we zelf nog niet heel erg tentoon hebben gesteld om te kijken hoe de vissen van Tanaka ontwikkelen. Ja. Maar is wel te koop. Okay. Het liefst met verblijven hier natuurlijk, dan kunnen we hem blijven volgen. En tot wachten. Kijk, nu lijkt deze zanker vrij druk. Ja. Maar je ziet nu al dat hij in een jaar toch wat centimeters heeft gepakt en wat breder is geworden. Ja. Waardoor het sumi minder druk lijkt al. En ik denk dat als deze vis nog groter is, dat dat nog veel minder... Nou, dit is dus het tsubo sumi. Ja. Ja, buiten de, niet helemaal tsubo zanker, want hij zit ook op het rood. Maar... Heb jij nog een video van deze? Ik heb nog een video van toen die binnenkwam. Ja. Oh, ja. Mooi. Dan monteren we die even erin. Ja, dus die echt wel een verschil, zeker in body en... Hoe groot zouden ze nu zijn? Ja, dat is een goede vraag. Gokje? Gaan we even meten. Oh, je gaat meten? Wil je even de beetbol pakken erop? 4 jaar, hè? Ja. Mooi. Ja, gekocht als 3-jarige en dat is nu net 4. Net 4. Laat ik even spieken hoe groot die was. Ja? Ja. Nee, ik had die andere wel. 65 plus 1, 66. 66. Ja, ik kom van 62. Ja, vanaf juni, nou ja, goed. Op zich. Op zich goed. Dat doe ik met de hand. Ja, oké. Hey, ik zeg, dit was de zank, hè? Ja. Daar zijn we van die tijd genoeg, hè? Ja, zeker. Weet je al wat we de volgende keer gaan doen? Asagi. Asagi. Ja. Mooi, dankjewel, tot de volgende keer. Yes.